Oké, ik ga nog even terug naar de spawn. Misschien dat er iemand... Daar komt hij! Dylan! Ja, dag Dylan! Oh, daar, ik zie je. Ik zit in je back, Oké. Ik probeer snel maar. Kom nog eentje in! Yo kijkers van Duffy Games en leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Factions hier op de play.primemc.org server. Ik ben vandaag natuurlijk weer samen met Dylan. Hallo Dylan. Hey, pannenkoek. Oh nee. Mensen, doe duimpje omhoog. Maar nee. Dylan. Oh jeetje. I fucked up. Ik heb een pigman geslagen. Hij viel mij aan, dus ik sloeg terug. Ik denk er is heel wat aan de hand. Heeft hij alleen een pigman geslagen? Kom dan. Moest je weten wat voor challenge ik ooit heb gedaan. Gauw een god apple maken door alleen maar pigments te verslaan. Maar Dylan, je begrijpt het niet. Ik heb alle god apples op zak, hè? Ja. Dylan? Daarom zeg ik ook. Neem die dingen niet allemaal mee. Nee, neem maar, die dingen ook allemaal niet mee. Wie doet het dan ook? Wat doet meneer natuurlijk? Die nemen alle apples mee, als normaal voedsel. Nee, ik kan veilig naar F-home, oké. Okay. Mensen, mocht je het natuurlijk leuk vinden, doe even een duimpje omhoog. Want dat kunnen we wel waarderen. Dylan, ik dacht van vandaag iets leuks te gaan doen. Nou? Wat dacht jij ervan? Als wij, ik weet niet of je het goed gaat keuren, vandaag wat mensen in elkaar gaan stompen. Oh ja, zeker wel. Jitteren alle kanten op. Over. Alleen, de vraag is, jitteren alle kanten op. Hebben wij genoeg iron, zodat we eventjes een anvil kunnen maken? Dat is legit. Even kijken. Dat is ja. Kan je een anvil maken? Ja hoor. Dankjewel. Kijk jij de helft van deze appels alvast, alsjeblieft. Ja, denk je dat ik ze allemaal mee ga nemen? Ik geef wel de helft, man. Accepteer dat nou gewoon eens een keer. De helft? Waar is de rest dan? We hadden er maar 24, 5, 6, 7, 8, zoiets. Oh nee, hier zitten er nog 20 in. Ik wou net zeggen. Oh, hier doe ik dit gewoon allemaal erbij, joh. Wacht, dit... Zo, kijk. Hoppakee. Ja. Nou, maak nog maar gewoon een anvil. Doe even je grote wafel dicht houden, alsjeblieft. Joh. Kom. Schiet even op, man. Hou je bek eens even dicht. Ik ga in ieder geval een dik scherp zwaard maken, kan ik je melden. Nou, ik heb een sharpness 5. Ja, ik denk dat ik 4 ga fixen, denk ik. I guess, zoiets. Dat is wel lekker naar die XP-bottes, man, die we hebben. Dat we gewoon easy levels kunnen halen, zo. Easy. Nou. Nog lang duurt, dan wacht ik even, hoor. Ach, leuk, joh, klein kind. Au. Nee, die kan je niet raken, dus au. Je kan ook geen au zeggen. Ja, fucking veel pijn. Ik heb nog meer XP-bottes nodig, dankjewel. Ja, ga maar lekker door. Ja, oké, nu heb ik hoeveel levels nog nodig? 26 levels voor sharpness 4. Nou, dan mag ik nog wel even door. Ik heb nu 13, 16, 17. Oh, rustig aan, ik doe het nu zelf wel. 18. Dan moet je niet naast me gaan staan, lul. En. Genoeg. 24 zei ik toch, of moet ik 23 hebben? Oh, 26 zelfs, joh. Jemig. Pannenkoek. Ja, ik heb toch nog, joh. Ja, genoeg. Genoeg. Oké, ik heb nu sharpness 4, man. Dat is wel genoeg. Heb je ook genoeg fire respect? Fire respect 2. Oké, dat is genoeg. Wacht even. Ik moet even een hoeveel gouden appels nemen we mee dan? Ik heb er 4. Ik neem dan 3 gold apples mee en ik neem een speed potion mee. Ik neem ook een pearl. Wacht, moet ook echt... Oh, Dylan, als echte pro's moet ook blokjes meenemen om neer te kunnen zetten achter ons. Ja, sowieso. Was aan het weg. Ik heb dat. Ik doe geen boog, hè, want dat kan ik niet. Oké, ik kom naar de spawn. Ik wil gewoon naar de spawn doen. Dan gaan we even kijken of we een aantal mensen stoer zijn en met ons durven te vechten. Ja. Mensen, duimpje omhoog. Dus je denkt natuurlijk dat wij gaan winnen. Maar wij zijn natuurlijk... Wij winnen sowieso. Dat is één ding wat zeker is. Ik ben benieuwd of mensen komen vechten. Inie, mini, mine, mo. Jij krijgt een stomp van mijn cadeau. Ik heb gewoon een huis hier gebouwd. Ik ben bij ik dacht die misschien geeft ook nog wel aan welk is zuiden. Zuid, dat is west. Ja, hier. Oh, hier. Wacht, hier is iemand. Gaat hij over het muurtje en die zit daar in het water. We moeten eigenlijk even kijken of iemand het muurtje overgaat eigenlijk, weet je. Ja, dan moet je wachten op de airdrop eigenlijk. Ja, maar ik kan niet voorspellen wanneer die airdrop komt. Of die nou nu komt of die over 80 uur komt. Kijk, dat weet ik niet. Ja, of we moeten een faction gaan zoeken die online is, maar... Ja, nou weet je wat, ik we kunnen ook gewoon uit, daag iemand uit, want kom dan, pushy,
stompoe in elkaar. Fight me at spawn. Ja, inderdaad, fight him at spawn. Ik ga gewoon vast de wilde niet zien. Hij wil win. Didn't I give a damn. Ik ga er gewoon. Ik heb gewoon gezegd, hij wil win. Ja, kom maar op dan. Maar mag je hier al vechten? Oh, Din, ik heb weer geen eten bij me. Heb jij eten? Doe het erop een beetje eten. Dank je. Oh my god. Kijk, daar is iemand. Komen ze ook of wat? Nee, blijkbaar niet. Oké, wacht. Dan gaan we gewoon kijken. Er zijn wel genoeg mensen online, weet je? Er zijn echt genoeg mensen online. Noordspan, good load, zeg jij. Oké. Waarom zijn hier al deze lelijke gebouwen hier? Mag ik dit slopen? Nee, dat kan je niet slopen, denk ik. Nou, nee, je kan geen blokken breken hier. Dat is Warzone, volgens mij, dit. We zijn wel vechten in Warzone. Ja, dat kan wel. Kom dan! Ja, ze durven niet echt, denk ik. Kom dan! Hè? Poesies? Zie je, het is zo rustig hier. Nee, wij zijn gewoon zo goed dat ze gewoon niet durven. Er zijn 53 mensen. Lijkt me toch wel dat er eentje zoiets heeft van... Oh, nou, ik eens even lekker PvP. Of zijn ze nu aan het gear up, hè? Dat kan ook. Ja, maar wacht even. Is er niet een warp of zo? Ja, er is een warp PvP. Gaan we dat doen? Ja, ik wacht al 5 seconden. Warp PvP. Oh-oh. Nou, Dylan, op hoop van zegen dan maar. Oh, really? Dan kom je bij de spawn west uit. Hé, er ligt hier wel voedsel. Oh. Maar... Hè? Ja, maar... Nou. Ook hier is niemand. Er zit wel iemand Diamond Gerdo. Die is, ik zou ook zeggen, kom vechten. Luur hem. Ik ga hem zeggen, fight. Yo, dude, fight. Hey, yo, man, fight. Hey, pot hello. Up. Hij is pushy, man. Wacht, misschien gaat hij hier eruit. Iemand is gesleemd met een... Dylan, daar gaat er iemand. Hier is iemand, Dylan, hier op het randje. Hier is iemand op het randje. Dit is Noord, dit is Noord. Ja? Wacht, dat is deze kant op. Godskleren. Zou ik erin gaan? Kom dan, ik ben gewoon ingegaan, hè? Moet je nou komen, jongen, Kom dan. Hè? Ik daag je uit voor een... Ik wil bijna zeggen een pokebattle, kom dan. Hè? Kom dan, hier, jitterklik. Kan je dat duf... Nee, maar dat gaat niet om. Kom dan. Dylan, sta jij daar recht? Oké, daar sta jij. Hij zegt dat hij geen... Ik heb geen food. Ja, dat maakt mij niet uit. Je bent gewoon bang. Zo, tering. Je bent gewoon bang. Ja, inderdaad. Je bent gewoon bang. Hij is weg. Misschien gaat hij eten halen. Dylan, prepare yourself. Dit kan hem gewoon worden. Moet ik hem ook gewoon keihard in elkaar stompen terwijl jij met hem in gevecht bent, of niet? Ik heb toch nergens gezegd 1 tegen 1? Oké. Maar ik weet niet of hij nu gaat komen of niet. Ja, goeie vraag. Ik zie wel weer allemaal andere mensen. Oh, Dylan. Oh. Komt er een deze kant op? Oké, hij rent weer weg. Ja, dit... Ik weet niet of er iemand gaat komen of niet. Wij zijn gewoon zo goed dat ze gewoon niet durven. Dat is het gewoon. Ik denk het, ja. Want anders weet je, die enige gebruikt gewoon het excuus. Ah, ik heb geen eten. Airdrop. Kom, we gaan erheen. We gaan die airdrop campen, let's go. Deze kant op, even kijken en dan... Oh, de andere kant van de span is dat helemaal shit. Maakt niet uit. We hebben tijd. Zal ik gewoon speed in gaan nemen ervoor? Ja, kom, neem speed in. Oké, let's go, voor die airdrop, let's go. Oké, sowieso gaan de mensen... Dylan, als je die airdrop ziet, we gaan hurken, oké? Wacht tot iemand komt, dan kunnen we gewoon in elkaar stompen gewoon. Ja, is goed. We gaan gewoon wachten op die airdrop. En zodra iemand hem wil pakken, dan nakken we hem gewoon. Moeten we helemaal deze kant op? Kijk toch gewoon, wie iemand geslamd met een iron sword, mooi. Iron sword? Ja, ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar... Ik weet ook niet waar ze zitten. Oké, hier ergens moet die airdrop al zijn of wat? Iets verder nog. Misschien zie je vaak die particles wel in de verte al, maar ik zie nog helemaal niks. Dylan, helemaal niks. Het is net niks. Hè? Daar loop ik nog over verkeerd, hè? Nee, hier, we zijn er. Sst, wat hoor ik van geluid? Hoor je dat? Oh, kijk boven je. Oh, hij komt er nu pas aan. We zijn fast as fuck, man. Zo. Laat hem staan. Hij is weg. Maar hij komt er... Oh. Oké. Wacht, nu gaan we hopen dat iemand komt hier. Ja. Om te looten. Maar de vraag is alleen, gaat er iemand komen om dit te looten? Ik zie nog geen namen. Ik zie ook nog geen namen. Maar dit is toch wat je wil? Je wilt toch gewoon deze airdrop hebben? Of niet dan? Ja, ze moeten vanaf die kant komen, want daar... Ja, daar is de spawn inderdaad, maar... Ze kennen gewoon niet om een airdrop. En dan ga ik hem wel pakken anders. Er is nog helemaal niemand hier, hè?
Gaan wij dan gewoon die airdrop looten? Ja, pak hem maar, denk ik. Ja, oké, dan tik ik hem ook op. Oké, dan ga ik hem looten, hoor. Daar gaan we dan. Oh, goud, obsidian en TNT en gouden appels. Oh, nice. Ik had toch... Nee, dit kunnen we niks mee, man. Oh, wel XP nog. Jawel, XP, zie je. Oh. Oké, ik ren nog even terug naar de spawn. Misschien dat er iemand... Daar komt hij! Dylan! Ja, erachteraan! Kom op, vechten, jongen! Aanpakken, hoppa! Gewoon 2 tegen 1. Oh shit, ik moet gouden appel eten, snel. En go. Oké, go. Lekker man. Ik heb een sword met sharpness 3, een breaking 3, knockback 2, fire respect 2. Lekker man, die zag ik niet aankomen. Die zag ik niet aankomen. Ja, nou ja, weet je, we hadden misschien nog een seconde langer moeten wachten bij die airdrop, maar we hadden zoiets van, no man, we moeten gaan ervoor. Ja, maar ja, we hebben hem nou alsnog dus. Daarom, we hebben hem wel, maar ja, ze zien maar weer mensen, kijk, dit is de reden waarom niemand hier natuurlijk durft die PvP op het moment. Wij domineren hier alles. Ik denk dat we veilig naar onze base kunnen, want we hebben en airdrop op zak en een kill. Wat heb jij voor gear? Protection... Oh, Protection 3 helm, Protection 3 met depthstrijder 3 boots, Projector Protection Body 4 en... Oh, kom! Is er één? Hier is er eentje, 2! Twee mensen hier, let's go! Lekker man! Oké, ik ga voor die ander. Hij had de speed potion, die ga ik drinken. Ik heb hem getagd. Oh, hij is dood, man. Haha. Lekker. Oké, ik heb zijn hoofd ook. Ik heb ook iemand zijn hoofd, ja. die gaan we ophangen, hè, als trophy. Sowieso. Oké dan, hoppakee. Kijk, hadden we nog iets moois? Nee, ze hadden voor de rest niks moois bij hun. You're no longer in combat. Oh, dat betekent dat ik nu mag loggen zeker, hè? Dat ik niet ga combat loggen. Oké dan. Oh, liggen hier nog een stack XP-bottles? Oh, die pak ik wel. Hoppatee, got him. Ja, oké. Hier is wel iemand nog met Diamond Gear dan, man. Maar de vraag echter is, komt hij of komt hij niet? Kom dan. Ik denk niet dat hij komt. Kom dan. Nee, die gaat never nooit komen, want die weet 2 tegen 1 is niet te doen. Ja, je kan erop schieten, maar die blijft echt op het randje staan. Ik denk dat ik gewoon naar de... Ik zie hem... Hij was een critterbeltje, hè? Ja, dat is zeker waar. Als er sharpness 4 op 5 op staat. Dylan, ja. Ik denk dat wij gewoon veilig naar onze base moeten gaan en de spullen moeten gaan storen. Denk je? Ik denk niet dat hij gaat komen, hoor. Ik denk oprecht dat hij gewoon daar gaat blijven. Tenzij ik misschien deze kant op ren, dat hij dan denkt van, hé, het is een 1 tegen 1 geworden tegen jou. Wie weet. Maar ik denk niet dat hij... Waarom zou je daar anders gaan staan? Weet niet, maar doet hij nu iets dan? Nog niet. Nee, precies, daarom. En ik ben nu aan het rondrennen, maar ik zie ook niemand nu die hier buiten zit, dus... Ik denk niet dat kijkt iemand... om zich heen. Ja, hij zit natuurlijk te kijken van, goh, waar is die andere guy? Goddorie, bijna een rondje gemaakt. Ze zijn nu letterlijk tegen de andere kant van de map, man. Maar nogmaals, ik denk niet dat hij gaat komen. Nee, ja, hij laat heel lang wachten. Ja, daarom. Nee, ik denk niet dat... Nee, ja. Want ik heb nu bijna een rondje gerend. Ik ren nu weer deze kant op. En soms hoef ik nog maar één stukje te rennen en dan ben ik er verdorie weer. Deze man die staat heel stoer te doen van, kan het of kan het niet? Maar uiteindelijk denk ik van... Oh, staat hij? Dylan, er dropt gewoon iemand even in. Gewoon even naast mij. Hoppa. Dankjewel. Is dood? Ja, dat is weer een hoofd. Kijk dan hier. Treddy? Tardy? Tardy was slain bij Duffy Games. Hoppa. Dat is lekker. Dan ga ik nou lekker naar de F-Home, hoor. Ik ga niet moeilijk doen. F-Home. En dan... F-Home is disabled while in combat. Oh. Nou, dan kan ik het nu doen. Ja, dan ga ik gewoon naar huis toe, hoor. Ik bedoel... 4 kills. Ja. Hey. Hij heeft nu een strength potion. Wat? Denk je dat die gast... Denk je dat hij gaat vechten? Ja, hij is in! Nee! Maar hij heeft een teammate! Nee! Ik kom eraan! Nee! Hij heeft een teammate! Ik ren rondjes om de spawn, ja? Ja, zeg waar je bent dan. Oh, ik heb een gouden appel gegeten. Ik moet wel vechten nu. Ik weet niet waar je bent. Northside. West. We zijn met z'n tweeën, met dikke axes allebei. Ik ben nu bij Noord. Ik ga nu over het randje heen. Waar zit je? Daar, ik zie je. Ik zit in je back. Oké. Ik ben snel, kom nog eentje in. Oké, ik ben bij je. Go. Fix a battle dit. Okay, dit is inderdaad een fixe battle. Oké, ik eet weer een gouden appel. Oké, er is er één met een zwaard. Het zwaard moet als... Ja, ik weet niet welke als eerste dood moet. Er moet er één dood. Ik ga bijna dood.
Grappig, go. Oké, okay, go. Wat is dit voor, wat is dit voor combinatie? Dylan, ik heb ook maar gewoon dingens 1, hè? Protection 1. Oh, ja, boy. Ik heb wel hele hoge protection, dat wel. Dit gaat never nooit lukken. You oh, can't jezus. Hurt Gaskeeper. Ik wil toch helemaal niet eens proberen om Gaskeeper te pijn te doen, man. Nee, ja. Tering. Hij gaat nu een gauw appel eten, die kerel. Ja, dacht ik wel weer. No, man. Ga je hem überhaupt damage op of HP naar beneden krijgen? Ja, dat is dus het probleem juist. Ja, maar het lijkt ook wel alsof het 3 tegen 1 is. Ja, is het 3 tegen 2? Niet dat het uitmaakt daarentegen, maar... Oh shit, ik ga HP verliezen. Ik heb nog alleen maar gewone gauwappels. Oh god. Oh shit, Dylan, ik moet er vandoor, man, anders ga ik dood. Ik moet er vandoor. Ga maar. Oh boy. Ik ga... Oh jee, dit gaat me dood worden. Ik zei toch, ik wist dat ik niet moest komen. Ik wist dat ik gewoon mijn spullen rustig moest laten dumpen in de kisten. You're no longer in combat. Ja, maar ik kan nu niet 5 seconden stilstaan. Oké, zijn ze weg? Oké, kom op. F-home. Oké, 5 seconden stilstaan. Ze gaan ook gewoon niet dood, hè? Theo, die hebben allemaal van die gold apples, joh. Oké, ik ben in hoop, man. Succes daar, Dylan. Ik doe mijn best. Ik ben weer veilig in home, dat voelt zo ik ben goed. Gewoon... Oh jezus, ze zijn gewoon met z'n drieën, hè. Oké, speedbottle innemen en wegwezen. Run. Ja. Dat is het enige wat je op dit moment kan doen, denk ik. Gewoon rennen voor ze. Want dit gaat anders echt je dood worden. Oh jee. Oh, ik zit ondertussen even de spullen weer te pakken voordat het vast we gaan uitloggen. Het is natuurlijk zonde als wij dadelijk al die spullen in een kist laten worden wederom geraid. En dat zou zonde zijn. En ik ben dood. Ja, man. Ah, oh, dat was, ja. Dat is heel zuur. Maar weet je wat het is? Hun kwamen opeens met z'n drieën. Nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Maar ja, om zo maar te zeggen, dat mag. Hè? Mensen, wij bedanken jullie enorm voor het kijken naar deze aflevering van Factions. Mocht je het leuk hebben gevonden, vergeet niet te liken, te reageren, te abonneren. Abonneer op Dylan zijn kanaal, linkje in de beschrijving. Kom ook spelen natuurlijk op deze server, IP ook in de beschrijving. En mensen, tot de volgende keer.